We zijn hier in het atelier van het Glaashuis van de organisatie Radar in Maastricht. Het Glaashuis is een activiteitencentrum voor mensen met een beperking. En een van die mensen die hier al heel wat jaren komt schilderen is Rob Waterval. En hij gaat binnenkort in IJsden exposeren in het Ursulineconvent. Rob, je bent aardig hard aan het werken hier. Wat ben je aan het maken? De schilderij maken. Nog eens? De schilderij maken. En wie ben je aan het schilderen nu? De kinderen van Maxima maken. We hebben het schilderij van Maxima gemaakt. Ja. En ik zie dat je ook Alexia aan het schilderen bent. Ook, ja. Ja? Ja. Vind je dat fijn om te schilderen? Ja, ook. Ja. En je hebt hier nog een heel mooi schilderij hangen. Wat heb je daar? Wie staan daarop? De Pietoom van mij. Hij is getrouwd. Met de vrouw getrouwd. En wat schilder je vader nogal? Wat vind je hem leuk om te schilderen? Deze rij ook. Deze. Ja. Welke dingen vind je leuk om te schilderen? Ja, allemaal leuk. Je schildert alleen wat je leuk vindt. Ja. En dat heeft met IJsden te maken? Ook, ja. Noem eens een voorbeeld. Wat heb je in IJsden geschilderd? De harmonie. Mag ik vragen welke? Goede harmonie. De goede harmonie. En ook de kerk en het Groenhof? Kerk, ook bij. En kasteel? Ook. En dat gaan we allemaal in IJsden zien strakjes? Ja, ook ja. Hoeveel mensen denk je dat komen kijken? Veel. Heel veel? 19. 19 maart is de opening. Ja. 19 maart is de opening van de expositie. En iedereen moet komen kijken, hè? Iedereen. Allemaal. Mooi toch? Nee, natuurlijk niet. Blanco, jij bent hier bezig als begeleider in het Glaashuis. Wat is jouw rol zoal? Wij helpen de kunstenaars gewoon met hun hele proces, hè, wat ze willen maken, hoe ze hun weg daarin vinden, met kopiëren, met opzetjes, keuzes maken. Het ligt er een beetje aan. Het ligt er per kunstenaar aan wat hij nodig heeft van ons. Sommigen hebben helemaal niks nodig en sommigen die hebben redelijk veel begeleiding nodig. En heb je dat beroepshalve bij jezelf ook kunstenaar? Ik ben eigenlijk opgeleid als tekendocent, tekenen, schilderen. Maar ja, dan kom je voor een klas te staan. Ik vind dit eigenlijk veel uitdagender, omdat hier mensen veel meer zelfsturend zijn. En het woord begeleider zegt het al, hè. Ik begeleid een proces. Ik probeer ze hier niet per se iets te leren. Dat kan natuurlijk wel, maar vaak is het net andersom. Leer ik eigenlijk veel meer van hun dan zij van mij. En dan nu een expositie van werk van Rob Waterval in IJsden. Hoezo? Nou, Rob Waterval, de familie Waterval, is natuurlijk een begrip in IJsden. En Rob schildert ook graag dingen uit de omgeving van IJsden en uit IJsden zelf. En wij vonden dat IJsden dé plek moest zijn voor Rob om een keer een echte solo-expositie te houden. Hij is afgelopen jaar 60 geworden, dus dat leek ons een goede aanleiding om eens een keertje contact op te nemen met het museum in IJsden. Om te vragen of hij daar misschien kon exposeren. En dan is binnenkort de opening? Ja, zondag 19 maart is de opening. Feestelijk, met een hapje, een drankje en een woordje. En dan is iedereen welkom om daar gewoon naartoe te komen kijken. En natuurlijk daarna ook, hè? Alleen dan is het gewoon het museum, dus dan moet je gewoon een kaartje kopen.